Als je naar smart industry kijkt, dan het is natuurlijk een beetje een mythisch begrip. In de zin van, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is smart? Maar goed, als je kijkt naar de uitvoering, je denkt over van, wij kunnen heel bewust, om een voorbeeldje te noemen, wij kunnen heel bewust energie naar een stad laten stromen, want we weten hoe iedereen de wasmachine gebruikt. Dan, als je het kunt uitvoeren, wordt het een life changer. Smart industry is best moeilijk. Dus, want je wilt snel zijn. Je wilt iets slims bedenken, je wilt de analytics doen en dan wil je het in elkaar draaien, in elkaar klikken. Dus je moet veel naar trends kijken. Van wat kan ik gebruiken? Maar ik noem het liever niet trends. Ik noem het liever gewoon de shop. De shop die moet je zien. Dat kunnen zijn stukjes analysegereedschappen, dat kunnen zijn stukjes software. Ook hardware. Raspberry is voor mij ook iets wat in de shop zit. En van daaruit ga je verder. Maar dus inderdaad die shop in de gaten houden. Wat maakt iedereen? En iedere keer die afweging, maak ik het zelf of maakt iemand anders het? Dat is eigenlijk nummer één wat wij in de gaten houden. Dan doen wij smart industry. Een andere trend die wij goed in de gaten houden is misschien een heel aparte trend. Van kunnen wij mensen zien, communities zoals ze het zeggen, die hiermee aan de slag gaan. Die makkelijk multidisciplinair iets analyseren, analytics doen, noemen we dat dan. Die iets dus uit elkaar rafelen en durven designen, durven ontwerpen over alle grenzen heen van de keten. En die iets snel, kort cyclisch, iets moois willen neerzetten. En dat zijn dus mensen die makkelijk praten met andere disciplines. Ik denk dat we nog steeds praten over smart industry, want het gaat minder snel dan we zouden denken. Smart industry begint klein. Kijken van wat kan ik nu met de kennis die ik nu heb doen voor mijn klant. Wat kan ik verbeteren in een lange supply keten, zoals ze het zo mooi noemen. Daar zullen we nog steeds mee bezig zijn. Maar we zullen het wel echt kunnen zien. Nu zie je het nog niet echt. Maar dan kun je het echt zien in functionaliteiten die zich om ons heen bewegen. Vooral in de energiehuishouding, de smart cities waar we het veel over hebben. Het verbeteren van de supply chain, het verzamelen van data van consumenten. De automotive, dus daar zal het, en iedereen kan dat lezen. Dat zal echt wel waar worden. Smart industry is natuurlijk iets holistisch op dit moment. We kunnen het nog niet echt vastpakken. Nou, kijken we naar ons als ingenieursbureau, technisch IT-clubje, we maken het heel klein. Dus we experimenteren met allerlei mensen vanuit allerlei rollen. Niet technici, technici, een designer, iemand die het serviced. Allerlei groepjes moeten bij elkaar zitten om te leren hoe maken we multidisciplinairs iets beter. Vanuit wat we nu al hebben. Dus vandaar is de stappen zijn dus geleidelijk. En daardoor denk ik dat we vaak bij elkaar moeten komen om een casus te bespreken, het te leren. Maar met name ook de hokjes tussen de disciplines door te breken. En daar is zo'n congres natuurlijk ideaal voor.